Het zit helemaal vol. Upper body day, but let's get started. Ren naar Duitsland. Ik heb heerlijk gedoucht en mijn sieraden omgedaan. Deze twee zijn trouwens beide van de... Ik heb nog nooit vegetarisch vlees op. Ik ga mij missen. Nee hoor. Good morning. Het is een beetje donker, maar ik ga lekker naar de sportschool. Het zag er op beeld donker uit. Het is namelijk helemaal niet donker. Het is namelijk 10:30. Ik had mijn wekker gezet om 8:30 te gaan sporten. Maar ik had hem gesnoest, maar ik had niet een dubbele wekker gezet. Normaal doe ik dat altijd, maar ik dacht laat ik het niet doen. Want dan moet ik er in één keer uit. Maar ik heb hem alsnog gesnoest. Dus dat heeft niet geholpen. Dan weet ik dat weer voor de volgende keer. Ik neem de afgelopen dagen dus elke keer zo'n energy drink. Voordat ik ga sporten. Want ik krijg daar echt oprecht veel meer energie van. En zo'n pre-workout daar... Ja, dat doe ik niet. Dus dan neem ik zo'n drankje. Maar nu heeft Thomas van Stuk TV mij dit opgestuurd. Dat is First Energy Gum. En daarmee krijg je dus ook meer energie. Want hier zit cafeïne in. Dus ik ben echt heel benieuwd hiernaar. Huh, kijk, zo. Oh. Ah, oké. Okay. Ik ga het even meenemen mijn auto in. Nou, ready. Ik doe nu met deze koude dagen nog even lekker een trui aan. Deze is van Centros. Ik heb een... Sport BH aan van de Primark. Die is echt perfect. Deze broek heb ik opgestuurd gekregen. Ik weet niet waarvan. DK staat erop. Daki Store Sports. En mijn Mercer Amsterdam. En mijn koptelefoon is van Apple. Dus upper body day. But let's get started. Zo, heerlijk klaar. Ik ben helemaal kapot. Ik heb echt in mijn armen gereden. Maar ik denk dat als ik nu naar huis ga rijden. Dat ik gewoon zo de bergen wil rijden. Want ik heb gewoon geen kracht meer over. Ik ben net thuis van het sporten en ik heb een heel leuk pakketje binnengekregen waar ik mega excited voor ben. Zoals jullie weten draag ik echt altijd sieraden. Ik heb nu niks om omdat ik net terug ben van sporten en dan vind ik het fijn om alles af te doen. En dat is mega chill, want ik kan nu gewoon lekker al mijn nieuwe sieraden om gaan doen. Ik heb namelijk een pakketje meegekregen van Bruna de Label. Oh, die katten moeten ook overal bij zijn altijd. Met deze regenachtige dagen vind ik het altijd leuk om juist... extra veel aan mijn outfit te doen, want ik word daar altijd heel erg gelukkig van. En sieraden maken de outfit echt af, vind ik. Ik zag dit merk al voorbij komen bij heel veel verschillende mensen online. En ik was echt zo benieuwd om het te testen, dat ik zelf nu ook een pakketje heb. Voor degenen die mij trouwens al een langere tijd volgen, weten dat ik eigenlijk altijd goud draag. Maar de laatste tijd ben ik best wel obsessief met zilver en vind ik dat super mooi. Maar ik heb het gewoon niet zoveel. Dus ik dacht, wat nou als ik dit allemaal in het zilver bestel? Want dan heb ik ook gelijk gewoon goede kwaliteit. Het is namelijk allemaal handgemaakt. En 100% gerecycled 14 karaat goud, 18 karaat goud en 925 sterling zilver. Wat gewoon eigenlijk het allermooiste is. Dit zijn de items die ik binnen heb gekregen. Twee mooie kettingen, een armbandje, wat ringen en oorbellen. Deze jongens is echt by far mijn favoriet. Goud en zilver. Ik heb zelf gekozen voor zilveren sieraden. Ze hebben ook goud. Ze hebben met pareltjes. En het mooie aan de sieraden met parels is bijvoorbeeld dat elk item uniek is. Dus het verschilt in kleur en grootte. Wat het naar mijn idee extra speciaal maakt als je het draagt. Want je weet dat er eigenlijk maar één ding van is. Volgende keer dat ik ga bestellen bij Bruna de Label staan zeker de parel items op mijn lijstje. En dan kan ik jullie ook echt laten zien hoe uniek de pareltjes zijn. Zoals jullie zien is het echt regenachtig weer vandaag. Perfect voor een goede herfstoutfit. Dus ik ga me omkleden en dan ben ik jullie terug. Ik heb heerlijk gedoucht en mijn sieraden omgedaan. Ik heb dus mijn oorbelletjes in, kettingen, armbandje en mijn ringen. Ik zal even in beeld zetten wat de namen zijn van de items die ik om heb. Zodat jullie ze makkelijk kunnen vinden op de website. En dat linkje daarvan staat trouwens in de beschrijving. En nu ga ik me even omkleden. Ik ga naar een glamping vandaag. Waar we een paar maanden geleden ook waren. En ik denk dat het wel chill is om gewoon... iets aan te doen wat lekker warm is. Want inderdaad, glamping. Ik ga in een tent slapen en het is echt niet warm buiten en het regent ook. Dus als eerst gaan we voor een lekkere sweater. Ik ben dus nog een beetje aan het experimenteren met zilver stylen. Maar ik vind het dus bij groen heel mooi staan. Zo, ik dacht zo. En dan mijn sneakers, mijn laarsjes erbij met ook zilver daarin. Zodat het matcht. Ja, I like this. Dit is dan de uiteindelijke look geworden. Lekker everyday lookje en ik ga eventjes een ontbijtje maken. In mijn vorige video had ik trouwens deze gekocht. De Hair Finishing Stick. En daarmee kan je dus als een soort wenkbrauwgel zo je haar naar achter doen. Voor als het loslaat. En nu heb ik echt de perfecte hairstyle ervoor. Dus deze ga ik eventjes meenemen. In mijn tas. Ik heb trouwens ook dit tasje gekregen van Alex Label. Hoe leuk. En ik heb nog even mijn pantoffels aangedaan. Die had ik laatst bij het Josh V event gekregen. Kijk nou hoe leuk. Het ziet er alleen echt niet uit zo, maar ze zijn wel lekker warm. En met de energieprijs van tegenwoordig is dat waar we voor gaan. Achter mij ligt mijn koffer. Hey Google, doe de gordijnen open. En tijdens dat mijn gordijnen open gaan, ga ik even vertellen wat mijn planning is.
Ik vlieg zondag naar IJsland toe. Mijn camera staat scheef, don't mind it. Ik vlieg zondag naar IJsland toe met Lofies, want we gaan de kerstcampagne shooten, de wintercollectie. En ik heb daar echt mega veel zin in. Vandaag krijg ik alles binnen en dat moet ik dus gaan inpakken. Maar we gaan ook vandaag naar de glamping toe, want dan gaan we nog een nachtje slapen. Dus ik ga nu alvast eventjes alles inpakken, zodat ik morgen uit de glamping gelijk naar mama toe kan. Want die brengt me naar Schiphol zondag. Het klinkt echt heel vaag wat ik allemaal ga doen. Maar het wordt allemaal duidelijk. Alles wat ik nog op de glamping ga gebruiken, doe ik hierin. En mijn kleding ga ik allemaal in mijn grote koffer doen. Want daar hoef ik toch niet meer bij. Dat wordt gelukkig persoonlijk gebracht, zodat de kleding sowieso op tijd is. Ik moest 9 outfits uitzoeken. En dat moet ik allemaal in die koffer gaan krijgen. En het zijn allemaal truien. En schoenen. En winterjassen. Daarnaast ga ik jullie even vertellen wat ik allemaal meeneem als ik dus op reis ga qua niet dingen van kleding. Mijn hoofd is op dit moment echt zeg maar een soort één grote chaos. Gewoon zo'n tekening die helemaal zo gaat. Moet even zen. Want anders gaat het helemaal mis natuurlijk. Gio vraagt me ook om zijn toilettas in te pakken. Dus dat moet ik nu ook doen. Die mee. En haarlak. Gelukkig hebben mannen niet zoveel nodig. Dit is letterlijk zijn toilettas en hij hoeft maar één outfit vanmorgen mee. Perfect. Let's see wat ik eigenlijk allemaal mee heb. Hier heb ik mijn toilettas. Mijn make-up routine heb ik laatst laten zien. Die staat in een van mijn vorige video's. Dus wil je dat zien of op mijn TikTok? Check dat dan even. Dat is eigenlijk alles wat hierin zit. En dan gaan we over naar mijn... Hoe noem je dit? Nee, dit is mijn make-up. Dat is mijn toilettas. Ik weet niet wat ik zei. En hier zit eigenlijk al het andere in. Ik heb daarin 2 maskers. 2 oogpads. Nou ja, 2 setjes oogpads. Mijn borstel. Make-up remover. En watjes. Deo. Tandenborstel en tandpasta. Lifehack jongens, als je naar een hotel gaat en ze hebben daar van die meeneem tandenborstels mee, maar je hebt toevallig al je eigen, laat hem niet liggen. Neem hem mee en dan kan je dat altijd gebruiken als je een weekendje weggaat. Ik ga nu letterlijk 2 nachtjes weg, dus hieraan heb ik echt genoeg. Dus die laat ik altijd in een verpakking en die neem ik mee. Ik heb nog 2 losse tandpasta voor als het niet genoeg is. Die neem ik mee. Een lensdoosje en lensvloeistof. Haarelastiekjes en schuifspeltjes. Dan heb ik nog... ik heb daglenzen, dus deze lenzen, haarolie, mondwater, dagcreme, nog een dagcreme, een mini haarlak, scheermes, bodylotion en een handlotion. En dan zitten hier nog van die elastiekjes in. En ik heb nog een geurtje, maar die heb ik volgens mij los in mijn koffer gemieterd. Dus... Maar dit heb ik dus allemaal ook nog nodig vanavond bij de overnachting. Dus dit doe ik nog eventjes in deze koffer. Wat ik trouwens ook nog meeneem is een droog shampoo. Deze is er dus niet in het klein, maar echt jongens, ik meen het. Ren naar Duitsland. Oké, dat is misschien een beetje ver. Maar bij de DM in Duitsland hebben ze deze van Balea, de droog shampoo. Dit is echt de beste. Dus ik moet deze gewoon mee. Ik ga niet een andere doen. En dit zijn de geurtjes van Parfumado. Ik heb jullie laatst al over verteld, maar dit is echt geweldig. Ik ga er 2 meenemen. Ik denk dat ik voor deze 2 ga. Dus die doe ik erbij. Deze 2 zijn trouwens beide van de Primark. Dus dat is top voor je spullen. Als je op reis gaat. Welke ik ook mee ga nemen is mijn extension. Ik weet niet wat we gaan doen qua looks, maar... Dit is heel erg mooi als ik een staart in moet. Dus die neem ik ook mee. Oeh, en bestelt dan. Ik neem trouwens geen shampoo of zo mee. Omdat ik daar lekker mijn haar ga... Omdat ik daar mijn haar niet hoef te wassen. Want ik ben er maar 2 dagen. Dus ik neem dit mee zodat ik het vanavond op de glamping kan wassen. En dan hopelijk blijft het perfect in IJsland. Want ik hoef het niet na 2 dagen alweer te wassen. Vaak niet. Ik ga je last wel zo eens. Het voordeel van sinds wij met HelloFresh koken is dat ik eigenlijk... Ik bestel altijd HelloFresh voor 3 personen zodat ik wat over heb. En het voordeel daarvan is dat ik het nu lekker als lunch kan nemen. Wat betekent het als je jeuk hebt in je linkerhandpalm? Dat betekent toch iets? Dan krijg je geld of je gaat geld uitgeven. En ik hoop dat het geld krijgen is. Het is rijst met kip, courgette, paprika, gember, van alles. Ik doe dit even in de magnetron. Het geheim daarachter is een ijsklontje erin doen. Zodat het wat juicier wordt. Omdat je anders echt zo'n droge rijstbak hebt. Dus dan gaan we even naar de... hoe noem je dit? Dit. En dan doen we... Die. En een ijsklontje erbij. En dan even in de magnetron. En dan wachten. Over een half uurtje komen ze de kleding brengen. Ik heb... Oeh... Bijna, dat ging bijna fout hier. Ik heb trouwens ook een doos binnengekregen van Naked. Maar dat ga ik in een andere video eventjes unboxen.
Want daar heb ik vandaag even geen zin in. En ik zit nu vast. Nice. Hallo? Top. Hallo? Wat zijn wij aan het doen? Als ik nu hierin praat, dan... Dat is echt goed voor ASMR-video's. Heb je wel eens een ASMR-video opgenomen? Praat hier eens in. Dit is echt heel satisfying. Eigenlijk zou ik die drie keer moeten doen. Ik heb dus ooit een ASMR-video opgenomen. Heb je die gekeken? Ja, ik heb die gekeken. Daar zou je, dit zou je echt perfect daarmee kunnen doen, hè? Ja, klopt. Zullen we een keer samen een ASMR-video opnemen? Ja, dat is goed. Op jouw kanaal? Ja? Ja, prima. Zo'n ASMR-mukbang. Dat je zo gaat eten en zo. Zo naar? Wat doe je allemaal? Oké, nou. Wij gaan even reageren op de video waarin Gio blijkbaar al de hele dag in het huis zat wat ik niet wist. Nice. Kijk eens aan wat er net is bezorgd. Een hele doos van loofies. Het zit helemaal vol. En dit moet ik dus allemaal mee gaan nemen naar IJsland en in de koffer stoppen nu. Ik ga eerst even alles uit de verpakking halen, want dat scheelt. Ik trek sommige dingen al aan om te passen. Ik kan nog niet te veel verklappen, maar we gaan hele toffe dingen doen. Waarvan één ding is, in IJsland heb je natuurlijk allemaal van die huskies. En daar gaan we mee shooten. Dus één outfit daarvoor, voor met die huskies, is deze. En ik dacht, het is echt super lauw daarbij. Dus hij is lekker warm ook en dat heb ik wel nodig. Nou, alles zit in mijn koffer. Ik heb 5 jassen hier, allemaal kleding. En aan deze kant nog meer. Bij mijn moeder is nog meer geleverd. Maar dat ga ik morgen allemaal zien en neem ik dan lekker mee. Het is tijd om er vandoor te gaan. Ik had eventjes heel veel stress. Maar het is allemaal goed gekomen. Hoop ik. Time to leave. We staan bij de McDonald's. En we hebben allebei een McPlant genomen. Gio heeft het dus laatst genomen en hij zei dat het lekker was. Dus, let's try. Ja, ik ben heel benieuwd. Het zit er zelfs in een groen bakje, zei hij. Ja, wat grappig. Dus is een ik heb nog nooit vegetarisch vlees op. Jij? Ja, ik één keer, maar toen was het echt zo'n bonenburger. Het was heel melig of zo. Ja. Dus ik hoop dat dit niet... Is het dus ook gezonder? Als in... Weet ik niet. Ja, het ligt zo wat erin zit, denk ik. Waar die van gemaakt is. Maar ja, McDonald's is sowieso niet gezond, want al die saus die erop zit. Ja, dat is waar. Dus dat... Oh, wacht even. Huh? Nou, eet smakelijk. Ga je ook proeven? Ik durf het niet. Oh, is best lekker. Ja. Hij proeft nog niet heel goed. Ik ben bang. Ik proef hem wel heel onder. Ja, ik ook. Je kan het ook niet echt charmant eten. Ik vind het wel lekker. Ik vind hem ook lekker. Maar die saus is ook fris. Ja. Wat is dat voor saus? En toch voel je minder... omdat het minder vettig is of zo. Ja. Bij een cheeseburger of zo heb je altijd zoveel vet. Top. Ik zou het wel vaker bestellen. Ja, ik ook. Maar... Ik ben alleen heel erg benieuwd wat voor witte saus erop zit. Wat voor witte saus? Ja, wat is dat? Het is een beetje, beetje zuurigachtig wel. Mm-hmm. Dat hebben we ook nog kinders. Dus we zijn niet contrast. Helemaal... Mm-hmm. Aangekomen op de glamping. We hebben weer precies dezelfde kamer. Maar ik kom net binnen en Gio heeft bij ons alle lampen aan laten staan. Kijk, als je hier door de lamp heen kijkt, zie je de muggen gewoon al zitten. En een oh my god, die is echt groot. Ja, hij is echt heel groot. Nee. Oh, en daar ook. Een mug. Ja, het zit dus die spin gaat echt dood, hè? Heb je slippen mee? Ook? Ik heb mijn crocs mee. Hij leeft nog. Nee. Oh. Kijk die muggen, kijk dan hoeveel er zijn. Oh. Het zit dus echt midden in een bos. Het is best wel eng om hier te lopen. We reden net ook hier door de straat. Nou, dat is niet leuk als je net bij Halloween Fright Night bent geweest, kan ik zeggen. Oh, ik ben in aan het zoomen. Dit zit ook echt dicht in de buurt van Halloween Fright Night. Dus de mensen zouden zo eventjes hierheen kunnen rijden om het hier te laten schrikken. Maar we hebben tot nu toe overleefd. Daar staan we dan. Ik ga er vandoor. Het is de dag daarna. We hebben heerlijk... Nou ja, ik heb niet zo heel lekker geslapen, want... Zo, ik ook niet, want ik heb echt... Barstende koppijn. Ja. Maar had je dat vannacht ook al? Nee. Nou, dus dan had je wel lekker geslapen, of niet? Dat wel. Nou, ik had het een beetje koud. En jij duwde mij de hele tijd uit bed. Maar ik heb het ervoor over. Oh, alleen, echt? Ja, vanavond ga ik wel even goeienacht rust pakken. Dus ik ga lekker naar mama toe. Ik ga jou dinsdag pas, lig ik weer naast jou. Oh. Dus jij hebt... 2 nachtjes alleen. 3 nachtjes alleen. Ja. Ga je dat aankunnen? Ga je eigen eten kunnen maken? Ik ga elke dag naar mijn ouders toe. Ja, waarschijnlijk. Nee, goed. Doei, schatje. Wat? Je gaat mij missen, hè? Nee hoor. Ik vind het ook wel lekker even.
Nee hoor. Nou, doei. Het is dus tijd om voor mij richting Heemskerk te gaan. Ik slaap lekker bij mama vanavond, want dan ben ik wat dichter bij Schiphol. En als ik nu eerst nog helemaal richting Rotterdam moet, dan ben ik echt een hele wereldreis aan het afleggen. Dus ik ga lekker richting Heemskerk en dan slaap ik daar. Tijdje niet, nou ja. Oké, op zich een tijdje niet geslapen. Dus zin om ook weer eventjes bij mama te slapen. Kijk eens aan. Cover 1, 2 en 3. Maar hopelijk worden het de twee. Deze is namelijk nog leeg. Maar deze spullen gaan daarin. Ik ben net thuis, maar ik ben echt zo moe omdat ik zo slecht heb geslapen dat ik eerst even lekker op de bank ga liggen. Ik heb er zelfs geen zin om twee keer te lopen om dit naar binnen te brengen. Dat was de video weer. Heb je zin om alle beelden uit IJsland te zien? Zorg dat je zeker eventjes abonneert op mijn kanaal en op het belletje te klikken om geen video te missen. Ik heb er echt mega veel zin in. En als je ook wil weten welke kleding ik dus mee heb, zorg netjes dat je dat allemaal bekijkt. En nu wil ik jullie bedanken voor het kijken en zie ik jullie ook snel weer. Doei doei!